Terug naar de oorsprong. Ik ben bij de zuivelboerderij van Corine en Evert. En ze maken alles zelf. Skier, boter, karnemelk, melk. Maar dat begint natuurlijk bij de koe. Daar gaat mijn grote stoere barbecue hart. Ja, hè? Ja. Nee, daar begint het mee. Ja, nu smelt ik al. Oh, wat een schatje. Wat lief. Mooi, hè? Oh, kan er een zonnebankuurtje erbij. Ja, lief, hè? Je verwenst ze goed, hoor. Ja. Ja, dat is belangrijk. Je moet goed op je dieren passen. Ja, eens. Ah, nou, je komt op een goed tijdstip. Ja? Ja, het is kalvertijd. Ja. Oké, en waarom voer je ze 2 keer per dag? Ja, dat is een keuze. Dat is eigenlijk een beetje van oudsher in ons bedrijf al. De 2-keer-daagse kalvers worden gevoerd. Vroeger kregen de kalvers gewoon de melk van de koeien uit de melkstal. En 2-keer-daags melken. Dus 2-keer-daags heb je warme melk zo uit de koe. En dat ging naar de kalvers. Ja, dat hebben we aangehouden. Er zijn boeren die het 1-keer-daags een grotere hoeveelheid geven. Sommigen hebben een kalverdrinkautomaat. Okay. En wij doen het zo. En hoeveel liter krijgen ze dan op een hele dag? Nou, zo'n 6 liter ongeveer, de jongste. Als ze ouder worden, krijgen ze even meer. Dan ga je ook weer afbouwen. Want je wil natuurlijk dat ze op een gegeven moment water gaan drinken. Dat ze hooi tot zich nemen. Zodat hun maag aan de slag gaat met ruwvoer naast die melk. Nou, dan mag je heel rustig hem voor en een beetje kijken van, heeft iedereen zijn plekje? Oh, wacht even. Dat de kopjes zich allemaal netjes een beetje... Ik en kinderen, dat is lang geleden. Geeft niks, we redden ons. Ja. Ja. Kijk, zo. Keurig op rij. Nou, dit is al wel grote spul. Ja, dat klopt. Ja. Hier staat van alles tussen. Van alles. Heel veel dames, een paar jongens. En daar staat een stier. Ja, klopt. Ja. Met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vrouwen. Een flinke harem heeft hij. Maar dat betekent dat hij moet ze allemaal af? Ja. De dames die laten altijd zeer duidelijk weten wanneer ze vruchtbaar zijn. De tocht. Ja. En nou, meneer maakt daar gretig gebruik van. Ja. Oh, dit is echt nog heel klein. Ja, mooi hè? Ja. Gisteren geboren. Gisteren? Ja. Nog geen 24 uur oud zijn deze. Het is wel bijzonder, want het is een tweeling. Ook dat? Ja. Nou, gaan we nu melken. Ja, je ziet het, ze staan al klaar. Ja. En niemand ziet waar het geluk ligt. Maar iedereen voelt dat het er is. En niemand kan het mij... Laatste koetje? Ja. En hij laat los wanneer hij klaar is. Ja, klopt. Uier leeg. En dan haalt hij hem zelf af. Okay. En dat gaat dus nu naar die grote tank. Ja. En dan gaan we naar de melkfabriek. Ja, klopt. Ja. Nou. Dit is de laatste fase. Ja, echt de laatste fase. Echt gaaf om te zien. Dus ik heb heel je bedrijf nu van begin tot aan het eind gezien. Klopt. Jullie maken alles zelf. Ja, alles wat hier staat is in onze zuivelruimte gemaakt. Mooi. Van eigen melk. Wat is skier? Skier is, is eigenlijk iets heel ouds. Het is... Hangop. Echt? Hangop, heb je vast van gehoord. Ja, mijn oma maakte vroeger hangop door yoghurt uit te laten lekken in een doek. Ja. En dan, dat was hangop. Precies, dus het is een heel interessant verhaal voor een heel oud recept. Ja, precies. En dat zijn we gewoon gaan maken met deze naam.